just another sunrise on another day. Hi, mijn naam is Eva en ik ben hier vandaag in Amsterdam, vlakbij de Hermitage, onderweg naar de Sociale Kruidenier om te vrijwilligen. De Sociale Kruidenier is een supermarkt vanuit sociaal oogpunt voor mensen met een kleine beurs, waar ze gewoon boodschapjes kunnen doen voor een klein prijsje. Dit gebruiken ze vaak als aanvulling op het voedselpakket en is een ontzettend fijne manier om mensen de vrijheid te geven om zelf te kiezen wat ze lekker vinden, wat ze leuk vinden, waar ze behoefte aan hebben. En in Amsterdam leeft ruim 1 op de 5 mensen onder de armoedegrens en daarom is dit initiatief ontzettend belangrijk in de stad en zeker in tijden van corona. Happy guess the sunset, followed by the moon, I think I'm ready. Zojuist was ik bij de Hermitage, waar de Sociale Kruidenier winkel is, waar klanten ook kunnen komen. Maar vandaag ga ik als vrijwilliger werken in naam van NL Cares. En dat doe ik op een locatie hier in Amstelveen bij de Jumbo, waar we vakken gaan vullen. I predict the summer, it isn't very long. Then before you know it, we're singing Christmas songs. Then we get another April, May and June. I think I'm ready for something. Nou, dat liep even heel anders. Uiteindelijk ben ik niet gaan vrijwilligen bij de Sociale Kruidenier, maar wel voor de Sociale Kruidenier. En dat houdt in dat ik nu uiteindelijk bij de Jumbo ben in Amstelveen, waar ik heb geholpen voor 2 uur als medewerker. Maar in plaats van daarvoor betaald te krijgen, is het vrijwillig en wordt mijn salaris, dus het geld wat zij normaal betalen aan iemand die 2 uur komt werken, wordt gedoneerd aan de Sociale Kruidenier. Dus ik heb wel vrijwilligerswerk gedaan voor de Sociale Kruidenier, maar niet bij de Sociale Kruidenier, want die is op dit moment door corona even dicht. Maar mijn vrijwilligerswerk was dus nog heel hulpzaam voor de coronatijd en voor de Sociale Kruidenier zelf. Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ik mocht alle karretjes schoonmaken, alle mandjes schoonmaken en ja, ik heb me goed vermaakt. Dus ik heb in de afloop nog heel lief een bosje rozen van de medewerkers gekregen bij de Jumbo, dus ik ben helemaal blij. En ik hoop dat het geld goed terecht komt bij de Sociale Kruidenier. Every rollercoaster does a loop-de-loop. I guess I'm ready for something new.